In deze gepantserde wagen zit geld. Gigantisch veel geld. Het geweldig grote bedrag van 1 miljoen euro. Onder strenge bewaking is de wagen dan ook onderweg naar de VTM-studio. Vanavond zitten hier weer 300 mensen die het miljoen euro mee naar huis willen nemen. Deze avond draait dan ook maar om één ding. Wie verslaat met glans alle tegenstanders? Wie wordt de winnaar van Miljoenenjacht? Het is weer zover. De jacht op het grote geld is ingezet. In onze studio kan één persoon een miljoen euro in de wacht slepen. En hier zijn ze weer. Onze meisjes en de koffertjes. In één van die verzegelde koffertjes bevindt zich het miljoen euro. Als de finalist dat koffertje er kan uithalen, bouwen we in de studio een feestje tot morgen vroeg. Maar kiest hij slecht, dan moet hij tevreden zijn met 1 eurocent. En hier is hij weer. De man die vanavond hopelijk veel geld mag weggeven. Wouter Grootaars. Fijn dat u op post bent voor deze nieuwe miljoenenjacht. Het zit hier weer afgeladen vol, maar dat is heel normaal, want er kan bij ons ontzettend veel geld gewonnen worden. Het recordbedrag van 1 miljoen euro. Nu weet ik ook wel dat slechts één persoon de finale zal spelen, maar al de andere mensen zullen de hele tijd kunnen genieten van mijn aanwezigheid. En dat is toch ook fantastisch. Oké, ik heb het begrepen. Ik hou het vandaag heel kort. Over kort gesproken, hun korte rokjes prikkelen de fantasie van elke man, met uitzondering van Koen Krukke, mag ik een daverend applaus voor mijn geweldige bodyguards. Yeah! En applaudisseer maar verder voor de vrouw die het geld zorgvuldig in de koffertjes gestoken heeft, gerechtsdeurwaarder mevrouw Andries. Yeah! Zo, wij kunnen starten. Meisjes, pas goed op de koffers. Voor we beginnen wil ik de kandidaten even waarschuwen, want ik heb vandaag extra moeilijke vragen bij. Maar als ik zo rondkijk, gaat dat voor jullie geen enkel probleem zijn, want de rode tribune barst van het talent. En de blauwe tribune zit vol pure klasse. En misschien bent u thuis ook wel een quizzer met klasse. Speel dan zeker mee met onze kijkersvraag. U kan er 10.000 euro mee winnen. Dit is de vraag. Wie assisteert Luc Appermond in Het Rad van Fortuin? Is dat A, Tess, B, Zoe of C, Anne? Kent u de bordjesdraaister van Luc Appermond? Zeg dat dan niet tegen uw partner, maar laat dat ons weten. Bel naar 0905 82 075 of stuur een sms naar 3446. Als u sms't, moet u niet het hele antwoord doorsturen. Het is al voldoende wanneer u de letter A, B of C door sms't. Veel succes! En nu, mogen onze tribunes aan Vlaanderen laten zien hoe slim ze zijn. Wordt het een triomf of wordt het een afgang? We weten het binnen enkele minuten na deze vier vragen. En hier komt jullie eerste vraag. Wat zijn de Cortes, de Knesset, de Douma en de Volketing? A. Hemellichamen, B. Geheime diensten of C. Parlementen? 5 seconden. Hemellichamen, geheime diensten of parlementen? Het goede antwoord is het antwoord C, parlementen. Hoeveel mensen hebben dit goed geantwoord? Rood 66, blauw 69. Blauw staat aan de leiding met 3 punten verschil. Gregory de Regen in vak A, heb jij het juist? Ik heb het juist wel. Je had het juist ingedrukt. Ja. Wat zou jij doen met zoveel geld, met 1 miljoen euro? Een strandbar openen. Een strandbar openen aan... de Vlaamse kust? Nee, op een tropisch eiland ergens. En heb je al een tropisch eiland in gedachten? Nee, nog niet. Ik moet eerst winnen. Eerst winnen en dan gaan we uitzoeken. Kijken, ja. Je hebt groot gelijk. We komen allemaal af trouwens. Dat is goed. We gaan verder met de tweede vraag.
Hoeveel procent van de vrouwen fantaseert wel eens over seks met een collega van het werk? 7%, 9% of 11%? 5 seconden. Goed, dames, jullie mogen eerlijk wezen bij het antwoord op deze vraag. Het goede antwoord is het antwoord A, 7%. 7%. Je moet het toegeven, in miljoenenjacht ligt dat percentage een heel pak hoger. Want mijn blonde bodyguards fantaseren geweldig over mij. Constant. We gaan eens kijken wie het allemaal juist had. Rood of blauw? Wat wordt het? Rood 68, blauw 74. Daarnet had blauw 3 punten voorsprong. Nu zijn het er al 6. Dus rode tribune, wakker worden. Vraag 3. Hoeveel procent van de mannen fantaseert wel eens over seks met een collega van het werk? A, 21%, B, 45% of C, 80%. 5 seconden. Ja, heren. Bij de vrouwen was het 7%. Bij de mannen is dat A, 21%. Ik zie heel wat vrouwen zo. Oh. Ze vinden het blijkbaar nog te weinig. We gaan eens kijken. Wie had er 80% ingedrukt? Blauw, 79 goede antwoorden. Rood, 72 goede antwoorden. Freddy Mullens in vak F. Wat doe jij voor werk? Ik ben laborant. Je bent laborant. Fantaseer jij over seks met collega's? In mijn dromen wel eens, ja. Ja, maar. Ja, ja, dat is ook fantasie natuurlijk. Hè. Ja, ja. Dat zijn dromen. Hè. En de collega's bij jou, wordt erover gepraat? Altijd, hè. Ja. Wie zit er trouwens achter jou? Dat is mijn vrouw. Ah. Ik dacht al, die praat zo rustig, zo heel kalm. Dat moet iets zijn. Ik dacht eerst dat een collega was achter jou. Maar we zitten ondertussen aan de laatste vraag. Welke mensen horen in het spreekwoord bij gelijke kappen? A, gelijke nonnen. B, gelijke peulen. Of C, gelijke monniken. 5 seconden. En het kan nog. Alles is mogelijk. En hier hadden jullie moeten op antwoorden. Het antwoord C, gelijke monniken. Het spreekwoord is gelijke monniken, gelijke kappen. Mensen in gelijke situaties moeten dezelfde gelijke behandeling kunnen krijgen. Iedereen is gelijk voor de wet, met andere woorden. Nu gaan we weten welke tribune er mag doorgaan. Laat de stand zien. Rood 122, blauw 125. De blauwe tribune gaat door. Blauw is wel degelijk de winnende tribune, maar Gregory, die strandbaar van jou, dat zal toch niet voor de eerste volgende weken zijn, denk ik. Ik denk het ook niet, nee. Maar het kan nog altijd. Ja, straks misschien nog één extra kandidaat. Het hangt er een beetje vanaf. Maar blijven dromen, moet je zeker doen. Zeker. Goed. We gaan verder spelen met de blauwe tribune. En ik ben echt benieuwd welk vak nu het sterkste vak gaat zijn. We gaan het straks wel weten, want we gaan direct beginnen spelen. Hier komt de eerste vraag. Als je over de Karelsbrug wandelt, in welke stad ben je dan? A, in Praag. B, in Moskou. Of C, in Helsinki. 5 seconden. De Karelsbrug, waar ligt die? Al wie geantwoord heeft A, Praag, heeft het goed. Die brug verbindt het westelijke en het oostelijke deel en er staan 30 heiligenbeelden op. We gaan eens kijken. Welk vak ligt er aan de leiding? Vak D, 23. Vak E, 25. Vak F, 23. Dat wil ook zeggen dat vak E, dat iedereen daar goed geantwoord heeft. Een slim vak. We gaan naar de volgende vraag. En die wordt ingeleid met een fragment. I wanted it to be you. I wanted it to be you so badly. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Romantisch. Ja. Weet u trouwens wat mannen heel romantisch vinden? Een voetbalstadion vol met kaarsjes. U zag een kort stukje uit de romantische komedie You've Got Mail. En de vraag die daarbij hoort is de volgende. Hoeveel e-mails ontvangt Bill Gates volgens zijn medewerkers iedere dag? A. 40.000, B. 400.000 of C. 4 miljoen. 5 seconden. Hoeveel e-mails ontvangt die man? Het goede antwoord op deze vraag is het antwoord C. 4 miljoen. Hij heeft een hele afdeling die de hele dag niet anders doet dan de nuttige mails daar uithalen. Dat wordt allemaal gelezen. Goed, we gaan eens naar de score kijken. Vak D, 41, E, 36, F, 38. Daarnet aan de leiding en nu de laatste plaats, vak E. Het gaat echt op en af als een pingpongspel. D ligt aan de leiding. Maar we gaan eens naar vak F, want daar hebben we Samuel. Samuel Apteker. Voor jou was deze vraag waarschijnlijk erg gemakkelijk. Dat viel wel mee, ja. Waarom? Omdat ik informaticus ben. Je bent informaticus, ja. Dus je weet alles van mails af. Hoop ik toch. Maar heb je dan ook goed beantwoord, die vraag? Ja. Als jij 1 miljoen euro zou winnen, wat zou jij ermee doen? Goh. Vertel het maar. Aandelen kopen van het bedrijf van Bill Gates. Aha. Aha. Om nog meer geld te maken. Goed zo. We hebben daar nog iemand zitten. Jij hebt ook iets met mail, hè? Met mail? Ja. Ja, mail. Ja, bloem. Ja. Ja, bloem. Ja, bloem. Wat? Ja. Je moest al heel even nadenken, hè? Wat was jouw beroep vroeger? Vroeger was bakker, maar dat is... Voilà, bakker. Die heeft toch iets te maken met mail? Wat is dat nu? Ja. Hij heeft 4 miljoen in de oude. Nee, dat zal niet zijn. Maak je droom nog maar waar. Wij gaan verder met de derde vraag. Welk dierengeluid past het best bij een barracuda? Is dat A, blub, B, miauw of C, chill? 5 seconden. Een barracuda. Er wordt overlegd, zie ik toch. Goeie antwoord is A, blub. Een barracuda is een vis. Een gevaarlijke vis. Wat geeft dit voor stand? Vak D, 65. Vak E, 57. Vak F, 63. Met andere woorden, alles is nog mogelijk. Hier komt jullie laatste vraag. Welke kleur hebben de twee ringen die onderaan staan in het Olympisch logo? A, blauw en geel. B, geel en groen. C, groen en rood. 5 seconden. Die onderste twee ringen. Bovenaan hebben we blauw, zwart en rood. Onderaan hebben we geel en groen. Het antwoord B is het goede antwoord. En dan gaan we weten welke twee vakken er verder gaan en welk vak er moet lossen. Kijk naar de stand. Vak D, 70. Vak E, 68. Vak F, 70. Van vak E moeten we afscheid nemen. D en F spelen verder. En jullie horen het. Mensen die winnen kunnen gelukkig zijn. En straks bent u misschien ook een winnaar, maar dan moet u meespelen met de kijkersvraag. We zoeken de mooie madame die de letters laat verschijnen in het Rad van Fortuin. Is dat Tess, Zoe of Anne? Weet u het antwoord? Bel dan vlug naar 0905 82 075 of stuur een sms naar 3446. Door mee te spelen kan u 10.000 euro verdienen. En dat is een prachtig bedrag waar u heel veel kan mee doen. Veel succes en wij gaan op zoek naar het beste vak. We spelen verder met D en F, die trouwens exequo geëindigd zijn in de vorige ronde. Concentreer jullie, want hier is de eerste vraag. Wie zei, president Bush is een idioot, ik zou de job beter kunnen en ik ben geen groot licht? Was dat A, Robbie Williams, B, Urbanus of C, Bob Dylan? Jullie tijd loopt. Wie deed die uitspraak? Dat kwam uit de mond van A, Robbie Williams.
Op een persconferentie in Mexico zei hij dat. Hij voegde er nog aan toe. Die man kan geen fatsoenlijke zin zeggen. Wat is de stand op dit moment? Vak D. 4. Vak F. 20. Vak D. Wie heeft die slechte raad gegeven? En wie waren die vier die niet geluisterd hebben en het daardoor juist hadden? U had het juist, meneer? Aha. Dat wordt moeilijk, hoor. Nu zullen jullie veel juist moeten drukken. 16 punten verschil. Maar we gaan naar vraag 2, want alles kan natuurlijk. Van welk VTM-programma is Le Mot Gagnant de Franstalige tegenhanger? A. Rad van Fortuin. B. Bluff. C. Puzzeltijd. 5 seconden. Er werd toch weer gesproken. Iets meer veiligheid, marge ingebouwd bij D, denk ik. Het goede antwoord is het antwoord C. Puzzeltijd. We gaan eens naar de stand kijken. Vak D, 15. Vak F, 35. Vak D, kom aan. Nog 2 vragen zijn er. We gaan snel verder. In welk jaar is Pebbles, het dochtertje van Fred en Wilma Flintstone, geboren? A. In 10.000 voor Christus. B. In 100.000 voor Christus. Of C. In 250.000 voor Christus. Jullie tijd loopt. Het staat op de site van de Flintstones. En het goede antwoord is A. In 10.000 voor Christus. En ik zal u zeggen... Heel nauwkeurig. Het was 10.000 voor Christus op 22 februari om 10 uur 's avonds. En ze woog iets meer dan 3 kilo. U kan het vinden op de site van de Flintstones. Ga maar eens kijken. Maar wat geeft dit als stand? Vak D, 15. Vak F, 51. Dat wil zeggen, vak D, dat niemand goed heeft geantwoord op deze vraag. Ik stel voor dat Vlaanderen toch een close krijgt van dat vak. De laatste vraag die gaan we spelen, maar dat zal wat vak D betreft voor de eer zijn. Dus red uw gezicht. Hier komt de vraag. Waar werkt een spekkoning? A. Op een boot. B. In een slachthuis. Of C. Op de markt. Jullie tijd loopt nu. Een spekkoning. Waar werkt die? Een spekkoning die werkt A. Op een boot. Die titel die gaf men aan de minst ervaren matroos die bij walvisvaarten het spek, het vet van de walvis in tonnen deed. Die noemde men de spekkoning. Ah. Ja, ja, VTM, opvoedkunde. We gaan eens kijken. Alhoewel, wie heeft zich gepaast voor de volgende ronde? Vak F natuurlijk. Vak D 27 punten geëindigd en vak F op 52. Maar ik wil er toch nog heel even aan toevoegen. Voor alle duidelijkheid, bij de laatste vraag in vak D hebben 12 mensen het goede antwoord gegeven. En ik zal jullie zelfs nog meer zeggen, jullie eer is gered. Want op de laatste vraag in vak F heeft maar 1 iemand het goede antwoord gegeven. Maar we hebben in elk geval het winnende vak van vanavond en dat is vak F. Zij alleen weten of ze het gehaald hebben door slimmigheid of door geluk. En dat geluk wens ik nu al onze afvallers toe, want iemand van jullie mag weer komen meedoen. Jo, hoor jij mij wel? Jammer genoeg wel, Walter. Maar oké. Wie wordt de 26e kandidaat van deze miljoenenjacht? De gelukkige komt uit de Rode Tribune. En we beschikken zo meteen over nog meer informatie, want dan kennen we het vak. Het is vak A. Als laatste komt over enkele seconden het stoelnummer uit de bus. Stoel 23. Pascal Milleville uit Melsbroek. Pascal, goedenavond. Goedenavond. Pascal, je hebt weer een keuze. Je staat voor een verscheurende keuze. Ofwel zeg je, Walter, ik vind het fantastisch, ik ben hier graag en ik weet dat ik kans maak op 1 miljoen euro. Laat mij meespelen. Dan kan dat. Dan moet je gewoon ja zeggen, ik speel mee. Of je zegt, nee, ik pak liever het zekere voor het onzekere. Geef mij maar een prijs. En dan krijg je deze prijs. Kijk maar even mee.
Pascal, neem maar afscheid van collega's en buren, want jij vertrekt op reis naar de Dominicaanse Republiek. Lekker relaxen in een fantastische viersterrenclub. Is dat niet zalig, Pascal? Ga je op reis naar de Dominicaanse Republiek? Ik ga passen, Walter. Je gaat passen. Wat wil je daarmee zeggen? Passen voor de Republiek of ga je passen voor het spel? Passen voor de Republiek. Je gaat meespelen. Ja. Je wil kans maken. Heel goed. Dan zien we elkaar zo dadelijk. En dat brengt ons bij het einde van dit deel. Maar voor we er even uit gaan, kijken we nog eens naar de vraag waar u 10.000 euro kan mee winnen. Hoe heet de assistente van Luc Appermond in het Rad van Fortuin? Is haar naam Tess, heet ze Zoe of is het Anne? Bezorg ons uw antwoord, grijp uw telefoon en bel naar 0905 82 075 of stuur een sms naar 3446. U moet enkel maar A, B of C door sms'en. Veel succes, u speelt voor 10.000 euro. Met een tikkeltje geluk bent u vanavond onze winnaar. Tot zometeen. Is miljoenenjacht. Wie de finale zal spelen is nog een vraagteken. Wie uw gastheer is, staat wel vast. Walter Grootaars. Welkom terug bij Miljoenenjacht. In dit deel gaan we van 26 kandidaten naar 2 finalisten. En dat zijn de personen die straks het meeste punten verzameld hebben. Heeft u ondertussen thuis de smaak van het quizzen te pakken gekregen? En wil u een geweldige prijs winnen? Los dan onze kijkersvraag op. Ze kan u 10.000 euro opleveren. Wie assisteert Luc Appermond in het Rad van Fortuin? Antwoord A, Tess. Antwoord B, Zoe. Antwoord C, Anne. Bel uw antwoord door naar 0905 82 075 of stuur een sms met A, B of C naar 3446. Misschien verschijnt uw naam straks op het scherm en dan bent u de winnaar van die 10.000 euro. Veel succes! En jullie wens ik ook zeer veel succes. Voor jullie staat er een finale plaats op het spel. En hier gaan we met de eerste vraag. Wie was de oudste zangeres bij de legendarische groep ABBA? A. Blonde Agnetha of B. Roodharige Frida? 5 seconden. En de oudste was het antwoord B. De roodharige Frida. Zij is 5 jaar ouder dan Agnetha Veldskog. Hoeveel mensen hadden het goed? 18 goede antwoorden, 8 foute antwoorden hebben we gekregen. En dat wil zeggen dat 18 mensen 8 punten krijgen. De volgende vraag. Hoe lang moest een Colombiaanse komiek moppen tappen om dat wereldrecord te breken? A. 55 uren of B. 66 uren? Jullie tijd loopt. En het goede antwoord hierop is het antwoord B. 66 uren. Hij vertelde zomaar even 9000 grappen live op een radiozender. Dat kan tellen. Ik hoop dat Jacques Vermeire dit niet op ideeën brengt. Hoeveel mensen wisten het? 17 goede, 9 foute antwoorden. En dan gaan we toch al eens even kijken naar de stand op dit moment. Op de eerste plaats hebben we desk 24, Ronnie. Jij staat aan de leiding. En op de tweede plaats hebben we desk 21 en dat is Juri. Ronnie, ga je dat proberen vol te houden tot bij de laatste vraag? Ik zal het proberen, ja. Waren er 2 antwoorden die je wist? Nee, gok. Ah, gegokt? Ja. Dan hoop ik dat je goed blijft gokken de rest van de avond. Gok. Aha. Wij gaan verder en voor ik de volgende vraag stel, kijken en luisteren we naar een opvallend duo. Afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I
go and spoil it all by saying something stupid like I love you. En je hoorde ze, oh, alle vrouwen ze, oh, Robbie Williams. En dan even daarna alle mannen, oh, Nicole Kidman. Wat we willen weten is dit. Hoe lang deed actrice Nicole Kidman over het inzingen van Something Stupid? Was dat A, een namiddag of B, een volle week? 5 seconden. En hier hadden jullie moeten antwoorden A, een namiddag. Robin Williams dacht trouwens dat Nicole Kidman nooit met hem had zouden of zou willen samenzingen hebben. Zo is het. Hoeveel mensen hebben het antwoord goed? 14 goede, 12 fouten. We gaan naar de volgende vraag. Wat heb je absoluut nodig als je een meubel wil cireren? A. Boenwas of B. Vernis? 5 seconden. Goeie antwoord is A, boenwas. Cireren is met boenwas invrijven. Wie had het allemaal goed? 16 goeie, 10 fouten. We gaan toch nog eens naar de tussenstand kijken. Aan de leiding nog steeds desk 24 Ronnie. En op de tweede plaats nog steeds desk 21 Yuri. Maar dan hebben we desk 15, Astrid. Even kijken. Dat gaat toch nog niet zo slecht, hoor. Astrid, ja, jou heb ik al op televisie gezien, hè? Dat kan, ja. Bij welk programma was dat? Dat was met Rad van Fortuin. Rad van Fortuin. Ja. Maar ik heb toen geen finale gespeeld. Nee? Is er iets gebeurd misschien? Ja, ik heb een ongelofelijke blunder geslaan. Een lapsus. Ja. Leg eens uit, wat heb je gedaan? Wel, alle medeklinkers waren op een gegeven moment opgebruikt en ik zag hoegenaamd het woord niet. Ik kreeg 5 seconden om te raden, dus heb ik er maar bij wijze van spreken een lap op gegeven. En ik heb toen geraden wigwams van bisonheid in plaats van huid. Aha, een wigwam van bisonheid. Hebben ze lang gelachen, de mensen? Ja. Toch wel? Ja. Goed. Het kan vandaag veranderen als je straks met 1 miljoen euro naar huis gaat. Voilà. We gaan naar vraag 5. Welk dier is volgens een enquête van Animal Planet het populairst bij de mensen? Is dat A, de dolfijn, B, de panda, C, de tijger of D, de hond? 5 seconden. Wat is het populairste dier bij de mensen? En het goede antwoord hierop is het antwoord C, de tijger. De tijger. Ik vond dit ook een heel verrassend antwoord trouwens. Je zou denken, de dolfijn, dat lijkt mij het meest logische. Maar de enquête werd gehouden in 73 landen. En de tijger kwam er als het meest populaire dier uit. Wie had dit goed? 3 goede antwoorden, 23 foute antwoorden. Dat zijn 3 mensen die heel veel punten krijgen. En dat kan natuurlijk wel eens voor een verrassing zorgen in de stand. Maar toch eens heel snel kijken. Inderdaad, wat zien we? Aan de leiding staat nu desk nummer 12, Freddy. De man die heel veel fantasie heeft op zijn werk. En we gaan op de tweede plaats zien we desk 20, Nikki. Maar jullie moeten wel scherp blijven, want de mensen die achter jullie staan, staan heel dichtbij. En het is rap gebeurd, het is snel gebeurd. We gaan verder met de volgende vraag. Vraag 6. Voor wie is de stad Boston niet langer verboden terrein nu een wet uit 1675 afgeschaft wordt? Is dat A, voor dominees, B, whiskyproducenten, C, indianen of D, baardeloze mannen? 5 seconden. Even kijken. Het goede antwoord is het antwoord C, indianen. 330 jaar lang mochten de Indianen Boston niet in nadat ze in de 17e eeuw kolonisten gedood hadden. En die wet is nu afgeschaft. Wie had dit goed? 9 goede antwoorden, 17 foute antwoorden. Ook dit zou wel eens voor een verandering kunnen zorgen in de score. We gaan kijken naar het scorebord.
Aan de leiding staat nu desk 1, Marie-Jeanne. En direct daarachter, met één puntje minder, staat desk 25, Dirk. Maar diegenen die daarachter staan, staan weer dichtbij. Het wordt een nek-aan-nek race. Nog even en we weten wie naar de tafel met de groene lamp mag komen. Maar voor we hier in de studio de laatste rechte lijn naar de finale ingaan, herhaal ik nog vlug de kijkersvraag. We zijn op zoek naar de assistenten van Luc Appermond in het Rad van Fortuin. Wie laat daar de letters tevoorschijn komen? Is dat Tess, Zoe of Anne? Als u de oplossing doorbelt of door sms, kan u 10.000 euro winnen. U ziet onze nummers nu in beeld. En om mee te doen, moet je wel 18 jaar zijn. En het kost 1 euro om deel te nemen. Maar ik herhaal het nog eens. U kan 10.000 euro verdienen. Veel succes. En wij maken ons klaar voor de laatste twee vragen. Vraag 7. Hoe heet de vishandelaar die in het dorpje van Asterix en Obelix woont? Is dat A. Hoefnix, B. Kostunrix, C. Fishtix of D. Vangnix? 5 seconden. Wie is dat? Iedereen kent de strip van Asterix en Obelix, maar hoe heet die vishandelaar? Wel, die heet Kostunrix. Antwoord B is het goede antwoord. Hoefnix, dat is een smid in de strip en die heeft altijd ruzie met de vishandelaar. We gaan eens kijken wie het allemaal goed had. Hoeveel? 12 goede antwoorden, 14 foute antwoorden. En laatste keer geef ik nu de tussenstand. Aan de leiding, we hebben weer een verandering hoor. Aan de leiding, desk 23, Jan. En op de tweede plaats hebben we desk 1, Marie-Jeanne. Jan, nog één vraag en dan kan jij misschien meespelen voor dat 1 miljoen euro. Heb jij al een idee wat je ermee zou doen? Ja, wel, ik zou graag in Oostenrijk een chalet kopen. Een chalet in Oostenrijk en daar gaan leven? Daar gaan leven, ja. Niet op vakantie, gewoon voor altijd naar daar blijven, trekken. Blijven. Hoog in de bergen? Zo hoog mogelijk, ja. Zo hoog mogelijk. Goed, even afwachten. Eén vraag nog en hier komt die laatste vraag. Hoeveel hoogteverschil overbrugt het hellendvlak van Ronquière? Is dat A, 12 meter? B, 68 meter, C, 125 meter of D, 350 meter. 5 seconden. We zijn er allemaal geweest op schoolreis, denk ik. En toen werden die vragen ook altijd gesteld voor examens of proeven. Het goede antwoord is het antwoord B, 68 meter. We gaan eens kijken hoeveel mensen het correct hebben hier. En dan zien we 9 goede antwoorden, 17 foute antwoorden. Maar wat betekent dit dan voor de eindstand? Daar gaan we nu naar kijken. En dan zien we dat op de eerste plaats geëindigd is desk 1, Marie-Jeanne. Proficiat. En op de tweede plaats, met 1 puntje minder maar, hebben we desk 25, Dirk. Ja. Jullie spelen de finale. Marie-Jeanne en Dirk, jullie hebben het gehaald. Vertel eens eerst even, wie zijn jullie? Marie-Jeanne? Ik ben Marie-Jeanne. Ik kom uit Helchteren, Limburg. Ik ben getrouwd met Louis. Ik heb een dochter van 27 en een kleinzoon van 1,5. Voilà. Dirk, wie ben jij? Ik ben Dirk. Ik kom uit Brugge. Ik ben 38 jaar. Ik ben arbeider en nog steeds ongehuwd. Nog steeds ongehuwd. Dat zou kunnen veranderen na vandaag. Jullie staan op 1 ronde van het miljoen euro. En wat vinden jullie daarvan, Dirk? Prachtig. Ja, niet te nerveus daardoor? Nee, het valt nog mee. Marie-Jeanne? Nee, ook niet? Alles onder controle? Alles onder controle. Goed, er is nog één klein detail. Slechts één kandidaat mag doorgaan. En daarom staat daar onze grote gouden koffer. In die koffer zit een prijs. Die prijs heeft een waarde van 2.000 tot 20.000 euro. De kandidaat die vrijwillig uit het spel stapt, geeft zijn finale plaats op. Ja? Maar wint dan wel die mysterieuze prijs. Stapt geen één van de twee op, beslist de zo gevreesde rekenopgave over jullie lot. Dat is duidelijk? Ja. Ja? Dan wachten we nu tot de lamp groen wordt. En dat kan elk moment gebeuren. Het licht wordt groen.
Marie-Jean. Dirk, jij speelt de finale. Marie-Jean, waarom druk je af? Ik heb thuis heb het spel iedere week meegespeeld. Ja. En dan zei ik altijd, rammen op dat ding. Dat heb je toch tenminste. Dan heb je tenminste die prijs al. Wel, we gaan eens kijken wat je mee naar huis neemt. Kijk maar even mee. Marie-Jean, je hebt er goed aan gedaan door te rammen op dat ding. Want Vlaanderens grootste koopcenter gaat de Verwendtour op met de crosstrainer van ELS. Je bent binnen de kortste keren in prima conditie. Dankzij de Home Gym Krachtbank en de home trainer van EMMF. En daarboven, met de Sunny Zonnebank, is dit wellnesspakket compleet. Proficiat, Marie-Jean. En geniet ervan. Ben je blij? Ja? Zeker ben ik blij. Ik heb nog geen spijt dat je hebt afgezet. Nee. Helemaal niet. Nee, helemaal niet. Dit was wat je wou. Ja. Veel plezier ermee. Dank je wel. Proficiat, Dirk. Dank je. Dit heb je goed gedaan. Was je van plan van af te drukken of zag je... Nee, ik ga voor de rekensom, als het nodig is. Ik ging bijna drukken. Je ging bijna afdrukken? Drukken, ja. Dus eigenlijk waren jullie allebei onzeker een beetje. Ja, toch wel. Ja, je hebt het aan je flessen, zoals we dan bij ons zeggen. Hè? Ja. Je moet die finale spelen. Ja. En je moet inderdaad proberen met 1 miljoen euro naar huis te gaan. Maar we zoeken natuurlijk nog altijd onze 26e kandidaat. De vervanger van Marie-Jean. En daarvoor neem ik mijn kansgenerator. En we gaan op zoek, samen met Jo. Ja, Walter, de zoektocht naar een nieuwe 26e kandidaat is ingezet. De gelukkige komt uit de rode tribune. En we gaan nog wat gerichter zoeken. Welk vak kiest de kansgenerator eruit? Vak C. Nu nog alleen het stoelnummer. En het wordt de persoon die zit op stoel 13. Geloof het of niet, maar jij bent het. Nico de Vos uit Aardrijken. Nico. Nico, waar zit je ergens? Laat je even zien. Voilà, jij bent onze 26e kandidaat. Proficiat, we zien elkaar zo dadelijk. Wat wij gaan doen, hè? Wij gaan gewoon op ons gemakje naar jouw koffer toe. Want je moet nog beslissen welke koffer je meeneemt. En daar zijn onze meisjes al. Kom maar mee. Okay. Koffer nummer 25 uit de handen van Caroline krijg je die. Ga je die koffer bijhouden? Ja, denk het wel. Je denkt het wel. Je hebt geen geluksgetal, geen lievelingsgetal? Nee. Nee, het maakt jou niet uit. Nee. Je hebt in de ogen van Caroline gekeken en gezegd, volgens mij zit hier 1 miljoen euro in. Dat zeker. Ja, je bent er bijna zeker van? Ja. Goed, dan houden we deze koffer en dan gaan we nu alle andere koffers openmaken. Kom maar mee, Dirk. Dirk, zover zijn we nu. Nu gaat het grote spel beginnen. Die kans op 1 miljoen euro. Koffer 25, die is van jou. Zet die daar maar op. Die gaan we zeker voorlopig nog niet openmaken. En voor jou liefst zo lang mogelijk niet, want dat zou willen zeggen dat, of kunnen zeggen dat daar 1 miljoen euro in zit. Ben je heel nerveus? Toch wel. Toch wel? Ja. Heb je de zenuwen een beetje onder controle? Een beetje, ja. Ja. Dat gaat. Ik ga jou helpen, maar je hebt ook iemand meegebracht. Wie heb je meegebracht? Ik heb mijn vader meegebracht. Dag, pa. Is Dirk iemand die je onder controle moet houden? Ga je moeten zeggen, oh, stoppen, stoppen, of gaat hij doorgaan? Ja, jongen, dat gaan we afwachten. Dat ga je afwachten? Dat kan niet zijn. Nee, dat weet je nooit op voorhand, zeg je? Dat kan niet op voorhand. En jij zelf, ben je iemand die zegt van, met wat ik heb, ben ik tevreden, nu stoppen? Ja, ik zou wat durven. Jij zou verder durven gaan? Ah, dat wordt interessant dan, dat gesprek tussen jullie beiden zo dadelijk. Maar dat is niet die beslist. Hij beslist. Als hij nu stopt, is het van mij ook goed. Dat ben maar Wat zou jij doen met het geld als je 1 miljoen euro zou winnen? Een deel aan de kliniekloons geven en een grote reis maken. Een grote reis maken? Grote reis maken. De wereld rond. De wereld rond, ja. De kliniekloons krijgen een stuk en dan ga jij nog een goede reis maken. Ik hoop dat het jou lukt. Goed, we moeten eraan beginnen. De eerste ronde is 6 koffers die je moet openmaken. Je weet het, belangrijk is, maak of koffers open met een zo laag mogelijk bedrag. Wat wordt jouw eerste koffer?
8. Koffer nummer 8. Sylvia, welk bedrag zit er volgens jou in die koffer? 400 euro. 400 euro. Als dat zo is, dan krijg jij 2600 euro. Doe maar open. 400 zou ook goed zijn voor Dirk trouwens, om te beginnen. En wat zit er in? 200 euro. Sterke start. Heel goed begin. Tweede koffer. 10. Koffer nummer 10. Wat zit er in die koffer in? 5000 euro. 5000 euro, Christel. Doe maar open. Dat mag natuurlijk nog. En wat zien we? 1 euro. Hele, hele goede start tot nu toe. Maar de derde koffer. 12. Koffer nummer 12. Freddy. 5 euro. 5 euro. 2400 kan je verdienen. 15.000 euro. 15.000 euro is veel geld, maar het is nog geen ramp. 22. Koffer nummer 22. Gunther. 5.000 euro. 5.000 euro. Doe maar open. 10.000 euro. We hebben er nu 2 links en 2 in rechterkolommen opengemaakt. Ga maar terug naar die linkerkolommen. 3. Koffer nummer 3. 500 euro. Velen zegt 500 euro. Laat maar eens kijken. Het zijn er 100.000. 100.000. Ai. Dat is een hoog bedrag. Dat is een groot bedrag. Maar ga nu naar die linkerkolonne voor die laatste koffer van die eerste ronde. 6. Koffer nummer 6. 400. 400 euro. Goed, laat maar zien. 500. Je zat in de buurt. We hebben onze eerste ronde gespeeld. 6 koffers zijn er opengemaakt. Wat zien we? 3 koffers in de linker, 3 koffers in de rechterkolonne. En 100.000 is eruit als hoog bedrag. Maar daarboven staan er nog een heel pak hogere. Dus de bank moet toch met een redelijk bod beginnen. Met 500 euro gaan we niet tevreden zijn, denk ik. Nee. 6.500 euro. Geen deal. Geen deal? Geen deal. Dat is te weinig? Dat is te weinig. Daar doen we het niet voor. Geen deal. Heel rap beslist. En je pa is akkoord. Ik zag je pa knikken van groot gelijk, jongen. Geen deal. Maar toch doen we dat niet zacht, dus. Dat is ook waar. Dat is ook waar. Is dat altijd zo? Hij knikte zo en Dirk zag ik... Nee. Maar goed, we gaan verder spelen. 5 koffers moet je nu openmaken. 26. Koffer nummer 26. Ik denk 5 euro. Jij denkt 5 euro. Dat zou perfect zijn. 20 eurocent. Dirk, je neemt weer een goede start in deze tweede ronde. Wat wordt de tweede koffer? 9. Koffer nummer 9. Ik denk 50.000 euro. 50.000 euro. Liever niet. 5 euro. 5 euro. We gaan naar de volgende koffer. 11. Koffer nummer 11. 3000 euro. 3000 euro. Natasha, laat eens zien. 1000 euro. Dirk, dit gaat goed, hè? Emiel, dat gaat goed, hè? Ik weet het niet. Je bent niet aan het volgen. Je volgt niet echt. Ze bezig maar bezig dat hij gewoon mee doen. Ah. Ja, denk al maar goed na, want het gaat misschien te goed op dit moment. Welk wordt jouw volgende koffer? 20. Koffer nummer 20. 5000. 5000 euro. Laat maar zien. 25.000 euro. Doe nog maar een koffer open. 1. Koffer nummer 1. 500.000. 500.000. Liever niet. Jij komt uit het publiek, Nico. 50.000. 50.000. En nu gaan we toch eens even bekijken wat we allemaal hebben. Het miljoen zit er nog in. De 500.000 zit er ook nog in. 300.000. 200.000. Dus die
hoge bedragen zitten er nog allemaal in. Je hebt weer een pak lagen opengedaan en middelhoog, laat mij zo zeggen. Dus de bank zal toch wel met een degelijk bod moeten komen. €22.000. Wat denk je? Geen deal. Ik kijk naar pa. Jij vindt dat hij het niet mag aannemen? Geen deal. Zeker weten. Goed. Geen deal. We hebben geen deal. Dat wil zeggen dat Dirk zo dadelijk vier koffers moet openmaken. Dirk is niet de enige die vanavond geld kan winnen. Ook u kan zich verrijken. Dit is de kijkersvraag die u moet oplossen. We zijn op zoek naar het meisje dat Luc Appermond assisteert in het Rad van Fortuin. Weet u wie dat meisje is? Bel dan of sms naar de nummers die nu in beeld staan. Er staat €10.000 op het spel. Wil u eerst het spelreglement nalezen? Dat kan. Het staat op www.vtm.be of op VTM tekstpagina 580. Maar doe daarna wel mee met de kijkersvraag. Hoe dikwijls krijgt u de kans om vanuit uw luie zetel €10.000 te winnen? Veel succes en tot zometeen. Dit is het derde deel van Miljoenenjacht, waarin u de spannende afloop van de finale te zien krijgt. Hier is uw gastheer, Wouter Grootaars. Welkom terug. Onze finalist is Dirk. Hij heeft al 11 koffers opengemaakt en hij speelt zo meteen verder omdat hij een bod van €22.000 geweigerd heeft. Maar eerst kijken we voor de allerlaatste keer naar de kijkersvraag. We zoeken het antwoord op de vraag: wie assisteert Luc Appermond in het Rad van Fortuin? Is dat Tess, Zoe of Anne? Jij bent ongehuwd. Wie van die drie is de knapste? Zoe. Vind jij dat de knapste? Ja, nee. Maar of zij het is, dat weet ik nog niet. Want weet u het antwoord? Bel dan supersnel naar 0905-82-075. Of stuur een sms naar 3446. Maar u moet zich wel haasten. Binnen 5 minuten is het te laat. Dan sluiten we de lijnen af. Wilt u die €10.000 binnenhalen? Dan moet u nu bellen of sms'en. Veel geluk. Dirk, het is terug aan jou. Ja. 11 koffers hebben we opengemaakt. 2 deals heb je geweigerd. En we gaan nu 4 koffers openmaken. 4. Let wel, nu moet je toch naar die linker kolom. Koffer 19. Koffer 19. Lionel, ja. Wat zit er daarin? 1 eurocent. 1 eurocent? Krijg je pintje. Dat zou geweldig zijn. 200.000. De vorige 2 ronden ben je heel goed gestart met lage bedragen. Laat ons hopen dat je nu toch naar die andere kolom gaat. Geen hoog bedrag. 17. Koffer nummer 17. Ik denk €50. Nathalie, als dat €50 is, zou dat perfect zijn. Dan win jij €1.400 en is Dirk content. 20.000. Dat mag nog. Dirk maakt zich nog geen zorgen. De volgende koffer. 2. Koffer nummer 2. €50. €50. Samuel, 300. Want jij zei daarnet dat je aandelen wou kopen als je geld zou winnen. Je had voor €1.300 aandelen kunnen kopen als je goed gegokt had, maar dat is niet zo. Maar jij bent wel goed bezig, hè? De volgende. Koffer 7. Koffer nummer 7. Ik denk €3.000. Jij denkt €3.000. Karin, laat het zo zijn. Ja. 1 eurocent. Dirk, mag ik jou één ding zeggen? Dit is een perfecte ronde geweest. 1 hoog bedrag, hè? Maar die 300, 500.000 en 1 miljoen euro staan er nog. Emiel, perfect gedaan, hè? Jij blijft er heel kalm onder, hè? Jou maken ze nooit nerveus, waarschijnlijk. Ik heb hem nodig van de rust te gaan. Goed, als hij zo blijft doorspelen, dan word je opgepikt straks. Moet hij zelf niet meer rijden. Nu ben ik eens benieuwd wat de bank hierop gaat bieden. €22.000 hadden we daarnet. Wat wordt het nu? €44.000.
De bank heeft zijn bod verdubbeld. Het gaat heel goed. Geen deal. Geen deal. Je twijfelt niet. Geen deal. En ik zie je papa zo doen. Je papa vindt het fantastisch dat je verder speelt. Geen deal. Goed, drie koffers moet je nu openmaken. 21. Koffer nummer 21. Nicky, wat zit daarin? Dat kan maar één bedrag zijn, 3000 euro. 3000? Dan heb jij 1100 euro, als dat zo is. 400 euro. Maar een goede koffer voor jou, Dirk. Weet je, Dalf, moet je overleggen met Emiel naar welke koffer je gaat. Heeft pa een voorkeuze? Een voorkeur, wil ik zeggen. 25. 25. Ja. Is jouw vader altijd zo? Meestal. Meestal wel? Er wordt thuis wat afgelachen, zeker? Dat gaat nog. Ah, dat gaat nog. Dat gaat nog. Welke koffer wordt het? 13. Koffer nummer 13. 100 euro. 100 euro. Mirjam, laat het zo zijn. 100 euro, goed. Heel goed gegokt, Mirjam. Mirjam, dat wil zeggen dat jij 1000 euro mee naar huis neemt. Alsjeblieft. Dirk, maar nu nog één koffer. Laat het een laag bedrag zijn. Eén koffer. 14. Koffer nummer 14. Ik denk 5000, Walter. Je denkt 5000? Dat is hoor. Serge. Ja! 20 euro. Serge, met een achternaam als die van jou had je eigenlijk hier moeten staan. Hè? Inderdaad. Hij heet namelijk Serge de Rijk. Ja. Maar dit is toch wel heel goed nieuws. Je bent een geweldig goede gokker, moet ik zeggen, ja, bij het openmaken van die koffers. Want we hebben die drie hoge bedragen nog staan. 1 miljoen euro, 500.000 euro en 300.000 euro staan er nog. Wat gaat de bank nu doen? We hadden daarnet 44.000, als ik me niet vergis, als bod. Jawel. De bank moet nadenken. Ja, ja, ja. 90.000 euro. 90.000 euro. Dirk. Twee koffers. Je moet nu twee koffers openmaken. Wat je mag openmaken is de drie koffers uit de linkerkolonne en eigenlijk zelfs drie bij wijze van spreken uit de rechterkolonne. Liever twee, die twee bovenste. Dus je mag er vijf zeker open doen. Twee of drie niet. Geen deal. Geen deal. Ik zag jouw papa zo doen. Ah, maar ja. Emiel, jij was gestopt waarschijnlijk. Wat bleef er? Ja, had... Hij zei ik stoppen. Maar ik hoorde dat er maar twee maar boren. En toen zei ik, maar ja. Maar je geliet dat hij stopt. Dus. Hij stopt niet, hij speelt door. Hij speelt door. Ja, ja, ja. Emiel, ik zal het nog eens uitleggen. Hè. Als hij zegt geen deal, dan speelt hij door. Wat verstaan hij Duits? Ah, oké. Okay. Hey, ik verstoor geen vlogs. We gaan verder spelen. Twee koffers moet je openmaken. Haal er de lage bedragen uit. Als ze er nu 1 miljoen uithaalt, dan gaan we zo niet meer lachen, denk ik hoor. Oh, zou dat even. Dirk, welk wordt de eerste koffer? 15. Koffer nummer 15. Ik hoop voor ons beiden 50 eurocent. Astrid, dat zou perfect zijn. Met dat van fortuin had je niks. Nu mag je misschien 800, 300.000 euro. Ja! Een hoog bedrag. Het wordt gevaarlijk. Het zal het bod van de bank voor een stuk beïnvloeden. Maar je hebt nog twee hoge bedragen. Sorry. Blijf daar nu af.
Maar drie grote. Vijf lagen, twee hoge heb je. 18. 18. Koffer nummer 18. Daar zijn we nu. Katty. 500.000. 500.000, Katty. Als dat zo is, heb jij 750 euro. Dirk. Goeie. Goeie. Die 300.000 is er nu uitgegaan. Hoeveel invloed zal het hebben op het bod van de bank? Een beetje wel. Maar lager dan 90 denk ik niet. Of ze zouden hem moeten verrassen. We hebben nog 1 miljoen en 500.000 euro staan, beste bank. Je maakt het de bank moeilijk, jongen. Ja. Wat wordt het? 125.000 euro. Dat is 5 miljoen oude Belgische franken. Maar wat hebben we er nog in zitten? We hebben nog 1 miljoen euro ergens zitten. Misschien zelfs zit die hier. Misschien zit hier 1 miljoen euro in. We hebben nog 500.000, een koffer met 500.000 euro daar ergens tussen zitten. En dan hebben we nog 50 eurocent, 10 euro, 3.000 en 5.000 euro. Je moet nu één koffer openmaken. Geen deal. Geen deal. Een bod van 125.000 euro en Dirk zegt geen deal. Dirk, één koffer moet je openmaken. Niet dat van 1 miljoen, want dan zakt het bod van de bank in elkaar. Laat dat duidelijk zijn. Eén koffer, niet de koffer van 1 miljoen. Welke koffer? 4. Wordt het. Koffer nummer 4. Anja, wat zit daarin? Ik hoop 50 eurocent. Dan heb jij 600 euro en wij hopen het ook. 3000 euro! Goed. Dirk, wil ik eens zeggen? Nu word ik nerveus. Ik krijg de zenuwen nu. Want dit vind ik wel heel, heel spannend. Je hebt de juiste koffer eruit gepikt, een hele goede. Wat gaat de bank nu doen? 125.000 euro hadden we daarnet als bod. En ze zijn nog aan het cijferen. Ze hebben nog geen bod op dit moment. Wat wordt het? We hebben nog 1 miljoen en 500.000 euro staan. 125.000 en nu? 150.000 euro. Dat is 6 miljoen oude Belgische franken. Ik kijk naar Emiel. Emiel, dat is veel, hè? Je moet er veel voor doen voor dat, hè? De klinieklans gaan heel blij zijn. Een serieuze wereldreis kan je daar ook al mee maken als je dat wilt. Maar wat ga jij doen? We hebben nog 4 koffers, inclusief die van jou uiteraard. Ik ben maar niet gekomen. Ik ga door. We hebben nog 5 koffers. Ik was even mis, 5 koffers. En je speelt door. De filosofie is, ik ben maar niet gekomen. Het maakt hem niet uit. En jij kan dat helemaal delen, Emiel. Ja, goed. Geen deal. Dirk, 1 koffer openmaken. Niet de koffer met 1 miljoen. En liefst ook niet met 500.000. Want ook dat gaat het bod erna beïnvloeden. 23. Koffer nummer 23. Jan, wat zit daarin? Ik denk 500.000. Jij denkt 500.000. Dacht je dat al de hele tijd dat je daar staat met die koffer? Ja? Ja. Goed, als dat zo is, heb jij 500 euro. Doe maar open. Geen miljoen. En geen 500 euro. 5.000 euro! Ja, Dirk. Sterk. Heel sterk. We hadden een bod
van 150.000 euro daarnet. 6 miljoen oude Belgische franken. Geen deal, zei je. Je maakt een hele goede koffer open. Wat gaat de bank nu doen? Nu ben ik benieuwd. 200.000 euro. Papa, dat is veel geld. Jij zou stoppen nu. Je pa zegt... Ik ga stoppen. Ga je stoppen? Ik ben Ga je zeker? Je hebt dat gigantisch goed gedaan. Perfect. 200.000 euro. Emiel, hij heeft dat goed gedaan. Je bent zelfs onder de indruk. Dat heb ik al gezien. Je bent heel zeker, hè? Want we hebben nog vier koffers. Nee, zeker weten. Zeker Mag ik daartegen zeggen dat je geen deal hebt, dan zeg ik dat tegen de bank. Ja? Nee. Nee? Ga stoppen. Goed. Bank, we hebben een deal. Hij gaat naar huis met 200.000 euro. Heel goed gedaan, Dirk. Heel slim van te stoppen. Maar nu wil ik het weten. Hè. Ik wil weten of je inderdaad zo'n goede gokker bent. Je hebt 200.000 euro, die kunnen we jou niet meer afpakken. Die neem je mee naar huis. Welke koffer zou je nu open gedaan hebben? 16. Koffer nummer 16. Welk bedrag zit er daarin? Ik denk 500.000 euro. Jij denkt 500.000, Filip? Doe maar open. 500.000! 400 euro. 400 euro neem je mee naar huis. En jij bent inderdaad op tijd gestopt. Wat is de volgende koffer die je opendoet? 24. Koffer nummer 24. 1 miljoen. 1 miljoen. 1 miljoen bij jou? Ja. Dat mag. 10 euro. Dirk. We hebben nog twee koffers, koffer nummer 5 en koffer nummer 25. In één van die twee koffers zit 1 miljoen euro. Ik ga eerst vragen aan die lieve dame met koffer nummer 5. Welk bedrag denk jij dat er in jouw koffer zit? Ik denk 1 miljoen euro. Jij denkt 1 miljoen. Niet openmaken? Dirk, maak jij jouw koffer maar open. Dan weten we het direct. Kom er hier maar mee staan, dat we het allemaal kunnen zien. Zeker de mensen thuis. Voilà. Het is op deze manier dat je dat doet. En dan goed trekken. Goed trekken. Het is goed vast, dus dat wil zeggen dat daar misschien dat miljoen wel in zit. Doe maar open. Laat maar zien. Wat zit hierin? Dirk! Dat is spannend. Dirk, jij had 1 miljoen euro de hele tijd hier naast je staan. Je bent bij de goede koffer gebleven. Ongelooflijk straf. Koffer 5, doe voor alle veiligheid. Laat maar zien wat er in zit. Doe maar open. De halve euro zit daar. Ja. Maar Dirk, in alle eerlijkheid, 200.000 euro is gigantisch veel geld. Veel plezier ermee. Proficiat. Hier komt jouw check. Daar komt de champagne. Papa, kom er maar bij. Kom er maar bij. Neem de cheque al maar aan. Proficiat. Heeft dat goed gedaan. Dank. Emiel, ik ga jou wel een glaasje champagne geven. Zeg. Gaat het een beetje? Goed vrienden. Maar gewoon eens aan lippen dan. Veel plezier. Het gaat toch nog een beetje. Oh, wow. Goed. Deze ongelooflijk spannende miljoenenjacht zit erop. Maar voor ik afscheid neem, moet ik nog iets heel belangrijks doen. We hadden vanavond een kijkersvraag en dit is de oplossing. Heeft u dat antwoord doorgebeld of doorge-sms, dan mag u nu uw adem inhouden, want hier verschijnt de naam van de winnaar. Gefeliciteerd. Zo, dit is nu echt alles voor vandaag. Heel erg bedankt dat u keek. Tot de volgende keer. Tot ziens. Daag.